Goedemorgen, we zijn lekker aan het ontbijt. Eigenlijk zijn we al net klaar. Met z'n drietjes, gezellig. Ugh. Het is de fase begint dat het zo een soort van semi-lekker weer is. Dat je je pyjama buiten met je buren. Oh, hallo, en zo. Ja, dat heb ik net gedaan. Dus letterlijk ook net even gedaan. Het is gewoon, oh, het is zo gezellig hier in de wijk. Dit is niet de riemers. Heb je hem gevonden? Ja! Ik ga nu kijken naar... Hier, deze onderkant hoort erbij. Oh, ja! Ja. Die. En deze is misschien of niet? Nee, dat weet ik niet. Oké, okay, wacht. Ja! Ja! Olifant. Mama. Ja? Ik zoek een grootje. Ja, ik zie ook nog kijken. Er horen nog wat bij, dacht ik. Zal ik alle blauwe eruit halen? Ja. Oké, we zijn even een rondje aan het opruimen. We krijgen vanavond Yves en Alisa op bezoek. Ik ga lekker een kaasbroodje maken. Ik wil crème brûlée proberen te maken. Nee, ja, dat blauwe balletje. Ik zei, ja, pak maar beneden. Morgen krijgen we logiers. Krijgen we Rangier op bezoek. Die blijft slapen. Dus ik weet wel eens of ik zijn kamer helemaal aan het fixen. Want daar staat de slaapbank. Je kamer is al hartstikke netjes. Oké. Mag ik het al filmen dan? Of is het... Ja, de mancave is enigszins. I mean, dit is de bank, die kan je uitklappen en dan kan je erop slapen. En dit zijn de kleertjes die ik nog een beetje doe. Die schoenen gaan nog weer in de doos. Het is grappig, hè, hoe? Heb je hem? Yay! Wat is grappig? Nee, gewoon hoe iedereen anders. Je vindt het niet netjes? Nee, ik vind het super netjes, maar meer van dit is echt gezellig, zeg maar. Een soort. Een soort, laat het zo zeggen, je ziet. Wat een ander besef van opgeruimd toen. Nee, het is hartstikke opgeruimd en ik weet ook dat het gewoon hartstikke schoon is. Maar het is meer van, het is zo cute of zo. Weet je wel, dat hij dan bijvoorbeeld dat zo neer heeft gezet met die op die kaars. Ja, maar dat was omdat deze eigenlijk zo... Die hoort in dat handje. Ja, schat. Die blauwe. Yes. Een soort van over nagedacht, oeh, ik ga dat dingetje daar neerzetten. Ik ging ook niet aanzetten. Welke? Kaars. Nah. Oh, ik vind die zo... Hij heeft een anijskaars. No, I don't. Dat is toch die anijskaars, of niet? Welke is dit dan? Nou, dat moet je maar eens vaak doen. Oh, dat is die... Oh, wacht even. Nee, jij hebt die... Ja, die is wel lekker. Maar ik zou hem... Nou, ineens wel. Hij Hallo, heeft... waarom is iedereen in mijn kamer? Ik zie Omdat het gezellig is in jouw kamer. Hij heeft deze... Dat hebben we heel vaak. Dan zijn we met z'n vieren in een kleine ruimte. Gewoon allemaal in de kleine badkamer, weet je wel. Weet je waar ik altijd tegenaan hik? Deze dozen, die staan hier. Met spullen die ik dan weggeef of zo. Maar eigenlijk vind ik het helemaal niet chill staan hier. Weet je wat ik ga doen? Deze op zijn KonMari's als inserts gebruiken. Hebben jullie trouwens gezien van KonMari die nu een derde kind heeft en heeft gezegd het kan niet meer met drie kinderen. Zo netjes je huis en laat het los, de KonMari methode. Dat was echt zo fascinerend. Als in, ik vind het echt super cool. Zo van, thank you. Dat niet het perfecte plaatje hebben van georganiseerd everything. Dat het gewoon niet te doen is. Ja, love it. We kijken wat hierin past. Heel vaak zeggen mensen, zeg maar, je kan hier inserts in doen. Maar dit is heel erg laag voor mij. Echt heel, dit is letterlijk... anderhalf vingerkootje, zeg maar. Als je een bak ziet, het is, ja, niks past. Laten we zeggen dat sommige make-up ook gewoon niet past. Ik dacht misschien die texel van die Tiffany Bones. Ik denk dat die nog wel zou passen. Hey. Het past. Nou, dat is chill. Zo. Waar is die dop van eigenlijk? Ligt die ook ergens? Oh nee. Ik had bedacht om of orange vanille twist of sunshine mimosa mijn sportgeur te maken. Maar nu denk ik dat ik sunshine mimosa ga, maar waar is die dop? Oh my god, soms gooi ik wel zo'n plastic dop weg en dan denk ik later, was dat wel daarvan? Ja. Outfit of the day. Mijn verjaardagspakkie. Ik vind deze zo lekker. Ik heb deze en ik heb er eentje in bruin. Ik wil crème brûlée gaan maken. Ik ga het proberen. Als toetje voor vanavond. Zal ik dat eerst doen of eerst maar opmaken? Nee, ik doe dat wel eerst. Laat mijn huid even ademen.
Mijn haar. Borstel erdoorheen. Dit is zo'n dag dat we de hele ochtend gewoon met Mila bezig waren, chillen en zo opruimen. En tijdens het dutje pas gaan douchen en klaarmaken en zo. Prima, was mijn haar wel lang aan het worden, hè? Ik doe tegenwoordig mijn kaasplank charcuterie boards gewoon op de snijplank die ik heb geafwassen nu. Zodat hij ook niet te nat is zometeen. Maar het is de enige die qua grootte goed is. Ik weet niet hoe mensen dat doen met van die mini plankjes. Ik wil een big board. Ja. Oké, jongens, ik ga een poging doen tot crème brûlée. Ik heb allemaal recepten bekeken. Ik zie wel. Ik heb hier die mini van Le Creuset. En Gregor zei, mag ik dan mijnen in een Star Wars? Want hij heeft 2 mini Star Wars. En dat komt wel handig uit. Want we hebben Eva, Wiese, ik, Foef en dan ook Mila. Die krijgt er dan natuurlijk ook eentje. Dus ik hoop dat ik goed uitkom met hoeveel ik nu ga maken. Ik heb 400 ml slagroom namelijk gekocht. En ik zie nu dat iets meer misschien beter was. Maar ja, we zien wel. Wauw, dat passen er precies 5 in mijn ovenschaal. Meer dan dit dus ook niet. En dan doe ik hier kokend water, maak ik hier de crème brûlée. Och, oké, daar gaat hij. Ik hoop dat God ik hem iets laat afkoelen. Hij is nog steeds wel warm, ik wil geen gebakken ei maken. Oké, daar moet ik op. I guess. Ik denk dat het goed is. Oké, kokend water zit erin. Ik meer moeten maken. Dat is niet echt veel of zo. Ik dacht dat het wel meer zou worden door de eieren ook, maar. Oké, het is wel. Oké, hop de oven in. Ik ben heel benieuwd. Vind ik ook leuk. Kleintje, single espresso. Wil jij een Animal Kingdom of een Magic Kingdom? Magic Kingdom. Oké, komt-ie. Dan, hè? Zo. Kijk of ze wiggly wiggly zijn. Ietsje stijver dan ik had verwacht. Nou, dan zijn we wiggly wiggly. Kijk. Wauw, dat ziet er nu verkeerd uit. Het is de eerste keer dus aan mij. Wat een schattige kleintjes. Het ruikt wel heel eng hier, hè? I know. Vond ik ook. Maar daarvoor is de suiker ook. Ja, er moet nog suiker op. En sowieso moet het eerst even afkoelen. Dan moet het in de koelkast. En dan. Nee! Wat ga je nou doen? Suiker erop gooien in de fik steken. Nee. Pak even de aansteker. We hebben zo'n soort van toortje aansteker. Annecy? Speciaal voor onze crème brûlée. Ik heb nog een hele. Ah! Zoek je nog
een helikopter? Ja. Hier. Oh. Oké, wacht. Oh. Die is er nog niet, denk ik. Misschien eerst een van die andere doen, dan komt die zo. Mama. Ja? Eigenlijk moet ik gewoon die QC-dingen pakken. Het ding is, alles is heet. Die pakken. Oh, dit is wel echt. Oh. Je moet eerst die dingetjes doen en dan komt de helikopter pas, of niet? Ja, doe maar een bedroom of zo. Mag ik even kiezen? Ja, schat. Oh, ah. Moet ik die pakken, toch? Alright, de crème brûlée staan in de koelkast. Ik heb ze eruit gehaald, kamertemperatuur geworden. Deksel erop in de koelkast. Ik ben heel benieuwd. Vooral met het branden zo. Ja, nee. Wil jij het branden? Zullen we het allebei doen? Je moet ze in de fik, of zeg maar, je moet dat burnen en daarna moet je eigenlijk gelijk serveren. Ik had ook gelezen dat mensen zeiden, zet ze in de koelkast, maar dat schijnt ook weer soggy te worden, dus. Nee, maar als je ze in de restaurant krijgt, wil je het wil je ook dat het net gedaan is? Ja, precies. Lekker. Ik heb alle dingetjes voor kaasplank. We hebben allemaal fruit en nootjes. Laatste jaren ben ik dus wel into kaasplankjes maken. Terwijl ik vroeger daar nooit van was. Ik was echt zo iemand die zei, oh nee, kaas, heb ik niks mee. Dat heb ik zelfs nog in een mukbang met Rutger ooit besproken. Volgens mij was het met Rutger. Ik weet in ieder geval, dat kreeg ik comments over. De mensen zeiden, oh, look at you now, weet je wel. Maar ik vind het gewoon echt een soort van, ik heb het ontdekt of zo. Ik weet niet. Ik ben dan wel met een Nederlander getrouwd en zo, maar het was nooit. Ja, kijk, ik ben er niet meer opgegroeid. Misschien is dat het ook. Hè? Ik ben niet opgegroeid met als je kaasplankjes maakte en zo. Maar I've learned to appreciate it. En ook dat wij dan zulke goede kaas gewoon in Nederland kunnen kopen. Dat moet je ook even beseffen. Want Yves is nu dus hier uit India en die is helemaal van. Het enige wat ik wil is gewoon heel veel goede Nederlandse kaas eten. Weet je, voor ons is dat. Terwijl in andere landen is gewoon. Zo. Oh my god, Nederlandse kaas of Franse kaas. Weet je dat Europese kaas. Het is een thing natuurlijk. Dus ja, dat mogen we best wel even waarderen dat we dat hier hebben. Kijk eens wie er weer op bezoek is. Yippie. Wij gaan kaas. Hallo. Oh, we matchen een beetje met die kleur. Oeh, geweldig. Dit is mijn favoriete India combinatie. Och. Ja, dus heel vaak heb je een kurta met een legging. Uh-huh. En ik hou echt van roze kurta met blauwe legging. Dit was niet afgesproken. Nee, gewoon match. Ja, we gaan cheese halen. We gaan met z'n tweetjes. Ik ben hier met Mila. Die heeft allemaal cadeautjes gehad van Yves. Waaronder echt, check dit. Mila, wil jij even een draai geven aan deze? Hier. Hoe werkt dit? Kan je het laten zien? Oeh. Check. Oeh. Oh. Oh. We hebben een tas vol kaas. Oké, jongens. Het kaasplankje is done. Kijk, ik heb hier allemaal verschillende soorten kaasjes. Honing. Fruit. Pam, 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 pam. Hoeveel trek heb je in cheese, Yves? Oh. Zo. Ja, schat. Oh, ja, dat zoek je eraf, hè? Guys, ze heeft een bubbelding van Yves gehad. Kaasplankstatus. Avisa is er helaas nog niet. Ze hebben nog wat voor haar bewaard. Tot Avisa! Super gezellig. Oh my god, Avisa. Bubbeltie. Oh. Wauw. Kijk dan. Ze heeft gewoon bubble tea gemaakt. Wow, lekker zeg. Doe een balletje. Oh ja. Het moet amberkleurig worden. Nou, it was fun while it lasted, maar die aansteker is dus op. Na één crème brûlée, dus nu zitten we met een kaarsenvlam. Iets te proberen. Deze ziet er ook another one. Moeten we dit wegschrapen? Okay. You ready? 1, 2. Ja. Oh! Oh! Oh, crack! Oh. Dus dit kan er echt vandaag nog hoor. Crack, hoor je het geluid? Ja. Ja. Heel hard. Ja. Oh, dit is echt. Ik moet zeggen, ik heb best een dun laagje. Het laat echt wel een lekker laagje mogen zijn. Ja. Echt? Ja. Hij is echt lekker dan. Het is nog lekker koud. Mm-hmm. Ja. Is beton verlamd door de kaas dan? Dat ik proef geen egginess. Ik proef ook niet echt veel eggy hoor. Nee? Nothing. Nee, is oké. Ik hoor gewoon niet dat. Proceeds to slap the handlucker shake op. Oké, man. Oh nee, deze is echt te zacht geworden. Dit is geen haar. Je zit suiker te slapen nu. Oké, Yves en Avisa zijn er vandoor. En Avisa had dus bubble tea gemaakt. Heeft tapioca's gekookt. En ze heeft dus nog tapioca's laten liggen. Check even, dan doe je zo. Ik vind het zo lekker. En dan...
Het is vast hartstikke walgelijk voor mensen, maar... Oké. Okay. Vaat. Ik moet nog even de vlog doen. En dan lekker slapen. Heel lekker. Hey guys, het was echt mega gezellig met de meiden. We hebben echt zo'n leuke avond gehad. Ik ben aan het uploaden. Maar het duurt zo lang. Dit is mijn dat ik hem lekker aanlaat. Dus ik ga de vlog afsluiten met mijn mobiel. Welterusten. Bedankt voor het kijken. En ik zie je morgen.